Ik ben op de camperplaats in Hattem en toen kom ik deze camper tegen van Skeller Camper Club. En wie hoort erbij? Ja, Frans Houwers hoort erbij. Daar zit hij. Ik ga even van de andere kant en ik zal hem even aan jullie voorstellen. En dit is Frans Houwers. Frans, die filmpjes van mij die verschijnen bij jou of bij jullie op de camperclub. Maar ik zie ook het woord Skeller. Wat betekent dat? Ja, Skeller, dat is eigenlijk een naam die ontstaan is uit een verkoopsite voor campers en accessoires. En daar is dan de camperclub aan gelinkt. Ah ja, en maar dat bestaat nog steeds, die verkoopsite. Dus je kunt hem nog steeds gebruiken voor het kopen en verkopen van spullen. Ja, oké. En dat is gelinkt aan de camperclub. Ja. Nou, het is heel simpel. Ik wist het ook niet precies, maar nu weet ik het ook. Oké. Maar Frans, ik zie dat jullie met twee campers hier staan. Ik laat even deze mensen zien. Wie zijn dat? Dat zijn hele goede vrienden van ons. Ja. Waar we al bijna 40 jaar mee bevriend zijn. En ook mee optrekken inderdaad. Maar nog niet 40 jaar met de camper, of wel? Nee. Eerst met een vouwwagen. Ja. En toen met een caravan. En uiteindelijk de camper. De camper. Leuk. Het ziet er in elk geval heel gezellig uit. Ik laat het nog even zien, mensen. Ze zaten hier gisteravond al heel gezellig. En het waait heel hard. Maar ze zitten... Ja, je zit eigenlijk leuk hier. Maar het was heet vanavond, hè? Vannacht. Het was bloedheet. Oh man, wat was het heet. Vannacht, in de nacht ging het wel, maar het inslapen, dat was... Was niet zo makkelijk, hè? Nee. Waar gaan jullie naartoe? We willen richting Friesland. Oké, maar vandaag blijf je nog even hier? Ja, omdat er ook nog vrienden komen vandaag. Ah, die komen ook mee? En dan blijven we speciaal daarvoor blijven een nachtje staan. Oké, Frans, dank je wel. Graag gedaan. Ik ga even, het laat even de tafereel nog een beetje van de voorkant zien. Dat jullie zien hoe gezellig het hier uitziet. Dag, vakantieman. Dadag.